Marie, weet je wat ik vandaag in deze video zal uitleggen? Nee, Sam. Waarom onlinehulpapps.be echt iets is voor jou. En ook voor jou. Maar eigenlijk ook voor jou. Het is een wegwijzer, jouw wegwijzer, naar alle apps en websites rond welzijn en geestelijke gezondheid. Ah ja, cool. Mm-hmm. Welzijn en geestelijke gezondheid. Ja. Dat is vooral voor hulpverleners dan. Het is zeker ook voor hulpverleners. Dus iedereen die werkt rond welzijn en geestelijke gezondheid kan terecht op deze website. Maar ook elke burger kan er terecht. Dus heb je het petje van mama, papa, zoon of dochter op, kan je even goed gebruik maken van deze onlinehulpapps.be. Cool. Zeg maar Sam, zo'n website, heb ik dat eigenlijk wel nodig? Want als ik een app of een website nodig heb, dan stuur ik gewoon een berichtje naar een collega of een vriendin. Die stuurt mij iets door, ik schrijf dat op mijn lijstje en dan heb ik dat altijd bij. Dat klinkt niet slecht, maar Marie, is jouw lijstje altijd up-to-date? Want alles die hier staat, is dat wel. Alles die je terugvindt op onlinehulpapps.be is gescreend op toegankelijkheid, betrouwbaarheid en op helderheid. Dat is al een zorg minder. Dus, stel Sam, ik ben een jongere. Dat is niet moeilijk hè, om je dat voor te stellen. Ik ben een jongere en ik wil alleen gaan wonen. En ik zoek echt een keigoeie app die mij daarbij kan helpen. Hoe pak ik dat nu aan? Oké, Marie. Hier zie je dat je zoekfilters hebt die je kan gebruiken. En daar kan je een zoekterm invullen. Hier heb je ook nog een knop waar er staat dat je apps kan kiezen en websites die je alleen kan gebruiken of samen met een professional. Zeg Sam, en staat er zo eentje op voor jongeren? En wel Marie, laat ons dat even samen opzoeken. Ik typ alleen wonen in de zoekbank en dan krijg ik nog 10 opties. Ah, Heidi, laten we daar eens naar kijken. Oké. Hier zie je de fiche als je dat openklikt met alle informatie over deze app. Oké, super. Sam, op mijn lijstje hier staat een app die daar nog niet op staat. Mm-hmm. Kan ik dat doorgeven aan u? Zeker. Via deze knop kan je zelf een app of website indienen. Wat verder kan je feedback geven op degene die er al op staan. Wil je onze wegwijzer verder zelf bekendmaken, dan vind je hier ons promomateriaal. En Marie, ga jij verder promo maken voor onze wegwijzer? Het zal wel zijn. Ik stuur deze video nu door naar mijn collega's.